dag 3 KLM open, rondje 1 boven par. Wat is je gevoel? Ja, ik heb op zich redelijk gespeeld. De eerste 8 holes waren heel steady. Niet zoveel putts gemaakt. Daarna een paar kleine foutjes en 1 keer pech. Dus over het algemeen ben ik redelijk tevreden. Dat als er 1 of 2 slagen als ik minder had gehad, dan was ik gewoon tevreden geweest. En nu ja, niks verloren. Was het ook mogelijk geweest, die paar slagen minder? Ja, ja, zeker, zeker. Ik denk zeker zonder al te veel moeite hadden er wel 2 slagen af gemoeten eigenlijk. Maar ja. Staat er nog steeds goed voor? Hoe ga je morgen de baan in? Ja, hetzelfde als vandaag. Gewoon proberen die bal op de fairway te slaan en een beetje geduldig zijn. En dan putsholen. Dat is het. Succes morgen.